land bijna in actie. Hij was eerste reserve op het onderdeel brug. Helaas mocht het niet zo zijn dat hij in een tweede finale te zien is. We zien hem dus straks aan het einde van de dag. In deze finale wel het grote boegbeeld, zo mag je dat wel zeggen, van het internationale turnen. Dat is eigenlijk sinds deze week weer Uchimura, de Japaner die de meerkamp won. Maar de grote ster van het turnen komt uit Duitsland. Hij heeft ook een bijnaam. Hij kan namelijk ook heel goed oefenen aan de rekstok. Rockstar am rekstok heet hij in Duitsland. Het is Fabian Hambüchen. Okay, he likes doing or making show, and but especially a show with good performance. And today he did very good exercises. And then after the exercises, okay, makes a little bit show and so. Yeah, okay. Do you feel like a star of the gymnast all around the world? You perform like that? No, I never feel like this. I think right now the star is Uchimura from Japan. And yeah, as I already said, I hope to be back in the all around and can compete with Kohei together, and hopefully to be at the same level like him, you know. He will be 23 on Monday. He was born exactly 23 years ago, exactly at the time of the Haiba final in the World Championships in 87 in Rotterdam. Wow, what a coincidence, huh? Wow, yeah, unbelievable. Yeah. So therefore, we are first very lucky that he entered the Haiba final. That was great. I think I have a very good chance on Haiba to get another medal, and I will do my best. So I have to raise up my D score, so it won't be getting easier, you know. What's your opinion about Epke Zonderland? What do you expect of him? Yeah, he's a top player in this game, and I'm waiting for his performance. He's very flexible in his exercises, and I wish him all the best. You know, that's a very risky apparatus, and you also need a lot of luck. You must be very lucky. There's a book about you. Do I have to buy it, and what can I read in it? I think it's a good thing if somebody buys this, because it's very interesting. It's about my life, not only gymnastics. Of course, many stories about gymnastics. About school, about girls, about everything. It's not superficial, you know. It's very emotional. It's seriously, and it's a good thing. You should read it. Fabian Hambüchen dus. Twee toestelfinales heeft hij nog te gaan. Straks zien we hem aan rek, zometeen aan brug. Fieke, merk jij iets? Je bent natuurlijk net de turnwereld uit. Heb jij de afgelopen jaren veel van gemerkt dat hij zo'n grote ster is? Je mag nee zeggen, hoor, als het niet zo is, maar. Ik denk dat hij in Duitsland een hele grote ster is. En hij is ook altijd duidelijk aanwezig op de grote toernooien. En waar merk je dat aan? Duidelijk aanwezig dat hij goed presteert of überhaupt? Ja, ook dat. En ook qua persoonlijkheid. Ja? Ja. En waar zit hem dat in dan? Wat voor persoonlijkheid heeft hij? Hij treedt graag naar buiten en is altijd leuk en enthousiast aanwezig. Ja. Ja, hij ontvangt het dus ook graag, dat sterschap, zullen we maar zeggen. Ja. Wat merk jij daarvan? Het is een showman. Bij kwalificatie 2007 in de finale samen met Hambüchen moest Epke als een van de eersten moest hij de rekstok op. Hij moest als eerste de rekstok op. En nog voor die tijd werd er door het publiek gescandeerd van Hambüchen. Er ging nog een wave voorbij. En dus die jongen die is immens populair. De afgeladen zalen voor hem. Ja, we hebben collega's gezien van de Duitse televisie. Die zijn hier ook speciaal voor hem. Ja, ik heb gezien hoeveel wagens er buiten staan. En het is een enorm konvooi inderdaad om te zien wat die Duitse ploeg doet, maar ook speciaal wat Hambüchen doet. Ja, nou die finale waarin we hem zometeen zien is de finale aan de brug. En dat onderdeel wordt aan ons nader voorgesteld door de broer van Epke, Herre Zonderland. Eerste element. Oh, naar de bier. Ja, salto. Dit is een steunzwaaien. Dit is een bovenarmzwaaien. En hangzwaaien. De turnoefening bestaat uit zwaaielementen uit alle drie groepen. De brugleggers staan op een vaste hoogte van 1,80 meter. Zwaaien in hang is met mijn lengte lastig. Kijk maar, ik raak met mijn knieën eigenlijk de grond al. Dus korte turners hebben hier een voordeel. De Chinees Wang is de wereldkampioen. 1, 2, 3. Hij is klein, dus hij kan complexe elementen uitvoeren vanuit de zwaai in hang. Met een kort lichaam zijn vanuit de hangzwaai prachtige dubbele salto's mogelijk.
Mijn broer Epke is even lang als ik en is ook in het nadeel onder de brug. Daarom heeft hij vooral voor elementen vanuit steunzwaaien gekozen. Zijn vier moeilijkste elementen komen vanuit de steunzwaai. Daar ligt ook de kracht van Epke. Benut dus je lichamelijke mogelijkheden en camoufleer je beperkingen. Ja, dat is de tip van Herre Zonderland. Camoufleer je beperkingen. Blijken je beperkingen heel goed op dit onderdeel, op de brug? Je wordt nooit een winnaar op hetgene wat je het minst goed kan. Nee, dus je nee. moet altijd zorgen dat je hetgene wat je heel goed kan helemaal uitbuit. En daar je samenstelling op gaat vinden. En hetgene wat je minder goed kan, dat probeer je te verstoppen. Maar niet te ver, want anders dan zak je wel heel ver weg in het klassement. Hoe ver kan Epke eigenlijk nog rijken op dit onderdeel? Want het is na REC, ik geloof, zijn beste onderdeel op dit moment. Hè? Ja. Kan die echt naar de wereldtop toe? Hij zit nu steeds tegen finales aan en ook wel in finales, maar nog niet meedoen om de prijzen. Zit dat erin? Ja, het zit er wel in. In wereldbekerfinales vorig jaar in Londen was hij vierde op dit toestel. Dus op de wereldkampioenschappen. Dus hij doet mee in de wereldtop. Ja. Alleen hij moet een paar zwaardere elementen erbij. Eigenlijk één element erbij. Om dus eigenlijk de wereldtop erbij te pakken. Ja, die wereldtop bestaat eigenlijk volledig uit China, hè, op dit moment. Ja, China, Japan. Die domineren erin. En je hebt zo af en toe eens een Polen. Die ook twee turners heel goed op brug heeft. Maar die wipt er dan net achteraan. Daar zit Epke eigenlijk ook een beetje bij. Epke heeft nu op een tiende na, nou nog niet eens een tiende na, heeft hij dus nu de finale gemist. Ja. Hij staat eerst reserve. Ja. Dus je ziet het, hoe dicht het dan bij elkaar ligt. Ja. Laten we gaan kijken hoe Fabian Hambugen zich kan mengen in dat Chinese geweld en in het Japanse geweld. We gaan terug naar Hans van Zetten. En dit zijn de acht namen die we straks zien aantreden in de finale brug. En ik zeg het maar even bij met gelijke liggers, hè, want we weten bij de vrouwen hebben de ongelijke liggers. Maar de brug met gelijke liggers is natuurlijk al een toestel wat heel erg lang al in gebruik is. Heel vroeger turnden de vrouwen, mijn moeder bijvoorbeeld, heeft nog geturnd op de brug met gelijke liggers. Na de Tweede Wereldoorlog is de brug ongelijk gezet voor de vrouwen. En er werden er vooral veel standjes op gemaakt. Bijvoorbeeld staan op de lage ligger met die zweefstand en je hand aan de hoge ligger. Dus die grote zwaai die je nu ziet, dat is pas van latere datum gekomen. Maar heel vroeger dus, hè, uit grootmoeders tijd, turnden de vrouwen dus ook aan de brug met gelijke liggers. We zien hier op de tribune plaatsnemen onze kroonprins, prins Willem-Alexander met prinses Maxima. Begeleid door de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Ze wilden per se geen grote publiciteit om dit bezoek. Het is echt uit belangstelling, maar ze worden natuurlijk nu toch opgemerkt. En wij verwelkomen de prins en de prinses. En de prinsesjes natuurlijk, hè, die zijn er ook bij. Ik vind dat ook wel grappig. Iedereen zwaaien. Ja, terwijl de turners nu binnentreden. Programma in de hand. We zijn weer even één grote familie. Oranje familie in Nederland. En het is natuurlijk ook geweldig om wereldkampioenschap turnen in eigen land te houden. 1987 was het de eerste keer, nu voor de tweede keer. In 1987, het jaar waarin ik uw co-commentator mocht zijn. En prinses Maxima praat nu met de ouders van Epke Zonderland. Rechts moeder Sophie en links vader Huyten. En hier staan ze dan, de acht turners die gaan strijden om de wereldtitel aan de brug. Als eerste Uchimura, de man die de Olympische zeskamp won. Hier in Rotterdam, dus de wereldtitel heeft. China, en dan krijgen we uit Kazachstan, dus deze man. We hebben twee Chinezen in deze finale. Er mogen ook maar maximaal twee turners van dezelfde natie in de toestelfinale. Dit is de Pool. De tweede man uit Japan. Samuel Piasecki. Uit Slowakije, waarvan Bratislava de hoofdstad is, maar dat wist hij natuurlijk allemaal. En natuurlijk Fabian Hambugen, waar zojuist over gesproken was.
de grote man in Duitsland, de showman, zeg maar wel. Hij was de man die als laatste turner in de kwalificatiewedstrijd net onze Epke Zonderland uit die finale drong. Want Epke stond op dat moment op de 8e plaats. En toen kwam als laatste turner Fabian Hambuurtje en die ging er net overheen. En om maar aan te geven hoe dicht die top is, Epke, die vorig jaar dus 4e werd bij de wereldkampioenschappen, heeft die finale, deze finale net gemist met een verschil van 0,033. Dat moet je eens even goed opschrijven. 0,033. Dat is dus een derde deel van 1/10 punt. Ik zeg wel eens dat is nog minder dan een kromme teen, maar het is nog geen halve kromme teen. Het is nog kleiner dan een kromme teen. 0,033. Daarop miste Epke Zonderland de brugfinale. Goed. Dat gezegd hebbend gaan wij nu kijken naar hoe de man uit Japan, Kohei Uchimura, die voor de tweede keer de wereldtitel won in de zeskamp, zijn brug prepareert. Er gaat heel veel magnesiumcarbonaat op de brug. Dat is allemaal bedoeld om stroef te blijven. Want als je grote zwaaien maakt, komen er veel centrifugale krachten op je lichaam. En je moet natuurlijk je lichaam vasthouden. Hij turnt met blote handen. Dat doen de meeste turners ook. Maar dan moet natuurlijk alles wel goed, de grip moet goed zijn. En dat voel je, dat zie je hier ook. Hè. Hij trekt als het ware aan die liggen. Liggers die staan een beetje bol. En dat komt omdat er in de ligger zitten 3 glasfiberkernen. Die zijn dus voorgevormd bol. En daar overheen wordt al dat hout daaromheen gemaakt. Vandaar. Eerste oefening. Kohei Uchimura. Strak in de handstand. Stut met halve draai tot handstand. Dat is perfect. Weer een stut. Dan komt de eerste reuzendraai. Kijk, kleine correctie in de schouders. Vooropzet, dubbel salto. Heel knap. Heel moeilijk ook. Om dat vanuit de bovenarm zwaai te doen. Hier weer even naar de hangzwaai. Zoals Herre dat ook uitgelegd heeft. Dat is dus uitermate geschikt voor kortere turners. En dat is hij. Dat zijn sowieso alle Aziaten. Dubbel salto achterwaarts. Hier weer zo'n grote zwaai. Mooie combinaties. En dan de concentratie voor de afsprong. Dubbel gehoekt. En prachtig geland. Hij staat als een huis. Het enige wat je zou kunnen zeggen over de landing. Als je heel kritisch bent, dat hij wat diep landt. He, dus hoe hoger je landing is, hoe meer je schouders dus boven je heupen en boven je voeten zitten bij de landing. Hoe beter de afsprong is gemaakt, hoe meer amplitude in de afsprong zat, hoe meer ruimte er in de afsprong zat. Goed, daar zal hij wel iets voor aftrekken, maar dit is knap hè. Uit die bovenarmsteun zwaai, om dan een dubbel salto achterwaarts te maken. Dan moet je dus eerst in de vooropzet zitten en dan nog een dubbel salto. Heel knap. Ja, hij is dus de man die vooral zijn moeilijkheidsgraad haalt door de zwaaien in strek hangen. Zoals Herre uitlegde, daar is zijn voordeel als kortere turner. Dan kan je dus wat Epke Zonderland vooral in de streksteunzwaai doet, dus boven de ligger, kan deze man dus uit de strekhangzwaai doen. En je ziet hier zijn schouders helemaal ingetaped. Dat was ook al bij de meerkampfinale. En de bovenarmen worden beschermd, dat mag ook. Daar is niks mis mee. Is toegestaan. Want ja, als je dan weer op je bovenarmen klapt, hè, naar zo'n dubbele salto. Nou, dat is een prima ontharingsmiddel trouwens hoor. Je ziet dan ook geen haartje meer op die bovenarmen bij de mannen. En als je maar een beetje scheef komt, dan gaan de okselharen natuurlijk ook aan. Uchimura. 21 jaar, de man uit Tokio. 9.10 voor de uitvoering, 6.4 voor de moeilijkheidsgraad, is 15.500. Nou, prima score. En wat het oplevert, dat zullen we wel merken. We hebben nog 7 finalisten te gaan. En de eerstvolgende man komt uit China. Tang Gaibin. Een man die juist heel goed is in de steuntoestellen. En dan heb ik het dus over het voltigepaard. En de brug. Alhoewel brug natuurlijk ook veel hang is geworden. Naast de steun. Maar het voltigepaard is deze man werkelijk geweldig. Hij is Olympisch kampioen. Maar hier dus niet de finale gehaald. Op het voltigepaard. Wel aan de brug met gelijke liggers.
En dat geeft alleen maar aan hoe de grote dichtheid is in de wereldtop. De verschillen zijn zo klein. Er zijn zoveel turners die bij die beste acht zouden kunnen horen. Goed, hij begint op deze manier. 25 jaar is deze man. Kijk, is prachtig in balans. En dan de Tippot-techniek, genoemd naar de Duitser Sven Tippot. Die dat 21 jaar geleden in Stuttgart liet zien bij de wereldkampioenschappen. Hier zat hij niet helemaal in de verticaal. Dat doet hij goed, hier ook weer. Kijk, hij heeft ook weer het voordeel van een kort mens. En kan dus heel gemakkelijk die strekhangzwaaien maken. Zal de voorwaarts tot bovenarmsteun. Nu is hij streksteun. Dat doet hij de Healy Quill. Genoemd naar de Brit Healy. En dan de dubbelsalto af. Ja, het bijzondere aan zijn afsprong is. Hij doet natuurlijk dezelfde techniek als Uchimura, de man uit Japan. Maar je ziet in de tweede salto dat hij zijn lichaam, zijn hoek opent. Zijn lichaam opent en daarmee als het ware aangeeft wat het einde van de dubbele salto is. Voordat hij landt. Ja, dat beetje extra. Ja, dan gaat het virtuoos worden. Dus als je de optimale techniek met de optimale amplitude combineert, dan spreken we over virtuoos turnen. Kijk, hier zien we die reuze draai met een hele draai zo. En dan daarna naar het midden van de brug in één keer. De Tippot techniek. Heel rustig de benen sluiten. Het ritme in de oefening is van belang. Je ziet hier ook de vering van de liggers en de bol staan. Hè? Kijk, valt hij op zijn bovenarmen. Vandaar ook die beschermers op de bovenarmen. Om blessures te voorkomen. Want ja, de haarvaten liggen natuurlijk vlak onder de huid. En je hebt zomaar even een bloedingtje. En dan krijg je daarna weer een ontstekentje. Nou, dat kun je beter allemaal voorkomen. Door die beschermers te dragen. Kijk, hij opent even zijn heuphoek. Ja, het is nog niet veel, maar het is al wel het begin. Het is net het verschil tussen de ene afsprong en de andere. 6.40, een gelijke moeilijkheidsgraad. En de uitvoering is 9.216. Dat is 0.116 hoger dan de score van de Japanner, Uchimura. Dus Tang leidt, Uchimura 2. Dan de man uit Kazachstan. Als achtste geplaatst voor die finale. De man uit Kazachstan, die had dus 0,033 meer dan Epke Zonderland. Maar dat had trouwens ook de nummers 7, 6 en 5. Dus er waren vier turners die allemaal op 15.366 net in de finale staan. En Epke Zonderland met 0,033 net niet. Maar we gaan naar de actualiteit. Naar deze man uit Kazachstan, Ildar Valayev. Vooropzet, dubbel salto. Dat deed ook de Chinees. Stut met een hele draai. Oei, hij heeft balans. Dat is een foutje. Hier staat hij tegen de handstand. Nu staat hij in de handstand. Weer een stut met halve draai. Been iets uit elkaar. En ook deze stut is niet in handstand. Deze op één liggen. Dat is knap. En hij doet gelijk de Healy Quill. Dat is heel knap van deze man. Reuzendraai, dubbel salto, vooropzet, handstand. Ook hij dus, hè. Hij kan het dus ook vanuit de zwaai. En dan tot slot dubbel salto gehoekt. En je hoorde zijn actieve landing. Hij liet zich niet vallen. Bam, staan in één keer. Ik wil staan. En hij bedankt de brug. Was hem welgezind vandaag. Ja, want hij heeft een heel speciaal element. Dat is als hij van die reuzendraai in één keer naar de handstand komt op één ligger. Dan moet je daar eens op balanceren. Op één zo'n liggen. Kijk, hier nog die dubbel salto achterwaarts. Op de bovenarmen. Hij was net te weinig doorgedraaid. Dus dan zal hij wat aftrek krijgen. Toen kwamen die stutbewegingen. Kijk, dit de hele draai uit balans. Je ziet die voeten helemaal wegwaaieren. En dan komt die vooropzet. Handstand. Nu komt die stut. Kijk, staat hij hands op één hand. Dat is knap hoor. En dan gelijk hier die quill. Maar ja, kijk, gebogen armen rechts. Dat is toch wel veel aftrek. Weer een Healy Quill. Maar wel uniek. Die reuze draaien met de handstand op één hand. Dat is een uniek element. En hij is er vreselijk blij mee. Dat het nu op dit belangrijke moment in zijn carrière
Lukt. 6,90 is zijn moeilijkheidsgraad. Een halve punt hoger dan de Chinezen van de Japanen. Maar hij moet dus veel laten in de uitvoering. 8,283. En dat hebben we met z'n allen kunnen zien. 15,183 is genoeg voor de derde plaats op dit moment. 1 China, 2 Japan, 3 Kazachstan. Maar China heeft 2 ijzers in het vuur vandaag. Chinezen en Japanners hebben beide 2 turners in de finale. En dit is Feng Jiu. Feng Jiu. Hij won de wereldbekerfinale in Madrid in 2008. En dit is eigenlijk zijn eerste wereldkampioenschap. We gaan kijken. Vooropzet, dubbel salto achterwaarts. Ja, super element. Stut, kijk, prachtig. Even de voet iets uit elkaar. Stut, die zijn goed, technisch goed. Hier met een hele draai weer. Ja, dat is knap hoor. En mooi opgevangen op de bovenarmen, gelijk de vooropzet. De handstand wordt even als rustpunt gebruikt. Je mag niet langer dan 2 seconden staan. Dubbel salto achterwaarts vanuit de steun. De helikwil. Lichaam blijft mooi gestrekt. Halve draai. En dan gaat hij weer door. De strekhangzwaai. De reuzendraai maken. Dubbel salto achterwaarts. Dat is al de derde keer dat hij dat doet. Vanuit verschillende posities. Vanuit de hang, vanuit de bovenarm en vanuit de steunzwaai. En dan hebben we die 3 verschillende zwaaien. Die Herre Zonderland zo mooi kan uitleggen aan ons. En hij landt perfect. Dus een geweldige oefening van deze Feng Jiu. Feng Jiu. En ontvangt hier de felicitaties van zijn coaches en teamgenoten. Kijk, hier zien we nog een keer die vooropzet en dan die dubbelsalto achterwaarts. En naar mijn gevoel was deze man verder geroteerd dan zijn concurrenten. En hier vanuit de steun, hè? Opvang op de bovenarmen. Dus 1 keer uit de bovenarm. Toen uit de steun. En hij doet het ook nog vanuit de hang. Hier komt hij. Eerst de reuzendraai. En dan vanuit de hang naar de dubbelsalto achterwaarts. Opvang op de bovenarmen. En dan tenslotte de afsprong, de dubbelgehoekte salto. Goed geland, heel beheerst. Je ziet echt, zijn landingsgestel gaat uit. En zijn vingers gaan omhoog. Hij wil dus die eerste plaats hebben. Nou, we zullen zien hoe de jury erover nadenkt. Tot nu toe is de leidende score 15,616 van zijn landgenoot. En jawel, hij gaat er overheen. 6,7 is zijn moeilijkheidsgraad. Dat is 0,3 punt meer dan zijn landgenoot. En 9,266. Dat is een geweldige uitvoeringsscore. Dus op beide fronten verslaat hij zijn landgenoot. 1. Feng, China. 2. Tang, China. 3. Uchimura, Japan. En dan de man uit Polen. Adam Kierkowski. Poolse turners, die laatste jaren zien we die steeds meer terug op de brugfinales. Strategische keuze van het land. Maar ja, je moet ook natuurlijk het talent hebben. Want turners die hier juist voor geschikt zijn. Dit doet u goed. Tot nu toe heb ik niet echt super moeilijke elementen gezien. Die moeten nog komen, denk ik. Maar hij turnt wel stijl vol. Hier de vooropzet. Salte voorwaarts opgevangen. Keurig. Kijk, dit zijn combinaties die er te doen. Krijgt u ook applaus voor. En terecht hier in Ahoy. Hier de tippot techniek, de helicurl. Die hebben we al meer gezien bij de andere turners ook. En dan komt de dubbelsalto hoekt. Hey, daar pas je. Ja. Prachtige turner. Maar zoals Gerard al zei, hij behoort ook een beetje tot de categorie van Epke Zonderland op dit toestel. Die eigenlijk nog 1 moeilijk element missen om de werkelijke aansluiting te hebben bij de Chinezen en bij de mannen uit Japan. Het is goed wat hij doet. En Epke Zonderland kan ook heel goed turnen aan de brug met ongelijke liggers. Dan komt hij de moeilijkheidsgraad nou net niet genoeg op 6-6-1. En terwijl we hier dus 6-4, 6-7, 6-9 zien scoren. En dan moet je dus het vooral zoeken in de D-score zonder dat je daar een veer laat in de uitvoering.
Want ja, we kunnen toch echt zeggen dat deze man uit Polen stijlvol turnt. Hier. Zijn afsprong. En dit is jammer natuurlijk. Hij komt net wat breedte als rotatie tekort. Dus het zijn eigenlijk twee foutjes, die stap. En Fabian Hamburgje, die gaat al een beetje zijn collega's feliciteren met een oefening. Terwijl hij zelf nog in actie moet komen als laatste. En dat zal dus nu zijn. 15.200, daarmee komt Kierkowski op de vierde plaats. En er verandert dus niks in de top van het klassement. 1 blijft nog steeds Feng. 2 Tang uit China. En 3 dus Uchimura. Japan heeft nog 1 ijzer in het vuur. En dat is deze Yumatsu. Yumatsu die wij ook zullen aantreffen in de rekstokfinale. Ja, want die gaat dan als eerste turnen voor Epke Zonderland. En het is een man die een super moeilijke oefening kan turnen. Yumatsu. Yumatsu, Japan. Coaches, volle concentratie. ...1,80 meter hoog staan de liggers. Dan zie je hoe klein eigenlijk de Aziaten zijn. Hè? Wat lengte betreft. Groot in het turnen. Klein van lengte. Stut met halve draai. Ik zag bij de voeten iets wat niet thuis hoort. Dubbel salte achterwaarts. De tweede zelfs gehoekt. Dat is knap. Zal de tippelt wel komen? Ja. En gelijk doorgaan in 1 vloeiende lijn naar de handstand. Zo moet dat. Deze vind ik niet mooi. Was te gehoekt. De helicurl. Die moet met een gestrekt lichaam worden uitgevoerd. Dat kan Epke Zonderland heel goed. Hier de pirouette was te laag. Parallel handstand nu. Dat gaat goed. En dan de dubbelsalto. Af met de nahup. ...24 jaar is deze man uit Japan. En we zien hem hier in Rotterdam voor het eerst op het mondiale niveau. Japan dat ook weer aan het bouwen is aan een nieuw team. Het team dat hier als team dus het zilver won achter China. Maar hier, de eerste was gehurkt en de tweede salto is gehoekt. En daarmee kan je dus weer een 10e punt toevoegen aan je D-score voor de moeilijkheidsgraad. Maar deze pirouette bijvoorbeeld, daar zit hij gewoon te laag. Hij moet dan in handstand uitkomen. Nou ja, moet hè. Ja, als je het perfect wilt doen wel. En de jury gaat uit van wat is perfect. En alles wat afwijkt van perfect leidt tot aftrek in de uitvoering. En dat is ook terecht, want dan krijg je ook dat je de verschillen duidelijk maakt tussen de turners. Wie perfect turnt krijgt een hogere score dan wie net niet perfect turnt. Zo hoort dat te zijn. Hij zakte iets door zijn armen heen en raakte even met zijn heupen de ligger. Elk jury die dat ziet, zal er ook voor aftrekken. Kijk, de handen worden warm gehouden. Juiste temperatuur. Daar hebben wij Swinters altijd de handschoen al aan. Turner doet dat hier in de zaal. 15.233. Dat is zijn score en daarmee komt hij op de vierde plaats. Dus er verandert tot nu toe dus niets in het klassement. Nog steeds is de stand 1 voor China en 2 voor China. Die twee mannen zitten hier naast elkaar. En de derde plaats is voor Uchimura uit Japan. Samuel Piacecki uit Slowakije. Op 31 oktober wordt hij 26 jaar. Begint goed met de stutbewegingen. Kijk, op één hand, op één liggen, maar dat was net te kort aangehouden, hè? Dat was wel heel knap hoor. Helicurl. Zijn lichaam blijft mooi gestrekt. De man heeft een prachtige houding. Dit doet hij ook goed. Hoeksteun. Heffen naar handstand. In één vloeiende beweging. De Diamandov draai. Genoemd naar de Rus. Reuzendraai. Pirouette. Tot parallel. Steun, gespreid. Als je het gesloten doet, krijg je een 10e punt meer. De D-score afsprong gelijk. Ja, dat is verrassend. Vanuit die
zeg maar, die gespreide zit op zwaai naar de handstand. En dan gelijk naar de halve draai. Hop, gelijk de afsprong maken. En dat maakt het toch weer verrassend dat die afsprong op dat moment komt. Stijlvolle turner is deze man. Uit Slowakije. Samuel Piasecki. Kijk, hier zien we zijn balans. Nu gaat hij naar de bovenarmsteun. Vooropzet. Mooi uitstrekken. En dan komt die salto voorwaarts. En dan pakt hij de ligger. Dus in buigsteun naar de hoeksteun. Hier onder de ligger. Je moet altijd een aantal elementen onder de ligger tonen. Dat heeft Herr ons uitgelegd. Zowel boven de ligger, onder de ligger als in bovenarmsteun zwaai. En dan een afsprong. Knappe oefening. Hij op een mondiaal toernooi heeft hij nog nooit in de finale gestaan. Wel op de Europese kampioenschappen 2006 en 2009. En zijn beste resultaat was vorig jaar in Milaan. Toen werd hij vijfde. Maar dan hebben we het over de Europese kampioenschappen. Het is de eerste keer nu dat hij in de finale wereldkampioenschappen staat. En de Chinezen zijn er rustig onder, want die weten prima. Die komt nog niet aan onze scores. Die zien het gelaten gewoon gebeuren. En daar zouden ze best wel eens gelijk in kunnen hebben. Goed, de vlaggen voor Duitsland hangen. Want we gaan naar de laatste finalist. Als we de score weten van de Slowaak. Fabian Hambuchje, dat wordt de volgende turner. 15.166 en inderdaad zevende plaats. Ja, en dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Want zeg maar 1/12 punt. Nee, nog geen eens 1/10 punt. 0,017 meer. Dat is de man die op de zesde plaats staat. Goed, 1 staat dus Feng. 2 Tang. 3 Uchimura. En nu gaat Fabian Hambuchje. En wat kan die? Hij plaatst zich als derde voor deze finale met 15.433. En dat zou op dit moment niet goed genoeg zijn voor een ereplaats. Hij moet dus beter turnen dan in de kwalificatiewedstrijd. Wel, we zijn benieuwd. Hij wordt maandag, dus morgen, wordt hij 23 jaar. Stut, halve draai naar aanstand. Dat is goed. Weer een stut. Niet helemaal geraakt in de verticaal. Reuzendraai is goed. Dat ziet er ook goed uit. Gesloten benen. Dat is een tiende punt meer in de D-score. Trop zit ervan gespreid. Dubbelsalt achterwaarts gehoekt. Opgevangen met de bovenarmen vanuit de steun. Knap. Vooropzet. Was de tippelt. Hè? We kennen hem inmiddels. De helikwul. Ja, u wordt langzamerhand allemaal kenner van de turntechnieken. Dubbelsalt gehoekt. Oh, die sprong voorwaarts. Die kikkersprong voorwaarts. Dat is het dus net niet. Kijk bij de Chinezen, die schudden ook zo van. Jammer jongen. Het was misschien aardig geprobeerd. Maar die landing, ja, kopje even opzij was. Hij weet het natuurlijk ook. Ja, zo'n fout, zo'n diepe fout. Ja, dat is toch een halve punt aftrek. En ja, zo gaat dat dan na afloop. Iedereen feliciteert elkaar. Gewoon al het feit dat je in een WK-finale staat. En dat je daar dus je optimale prestatie neer kan zetten. Ja, wat is optimaal op dat moment? Hier zien we nog een keer die zit op zwaai. En dan van tussen de armen door naar de handstand. Kijk, dat vereist behoorlijke lenigheid, flexibiliteit. En die dubbelsalto gehoekt tot bovenarmsteunzwaai. En hij heeft geen beschermers op die bovenarmen. Het is dus echt een magger hoor. Kijk, maar die hup, die sprong, dat maakt vooral het verschil. Fabian Hambuchje. De man uit Wetzlar, Duitsland. De BD'er, de bekende Duitser. Wat scoort hij hier? 15.366. Dat is een tiende punt lager dan in de kwalificatiewedstrijd. En ik zei al, dat is ook niet genoeg. Want hij wordt dus vierde. En dan weten we nu dat de Chinees Fang Zhu, deze man, wint voor Tang Haibin. En Uchimura uit Japan gaat met de bronzen medaille weg. Die heeft al zilver in de landenwedstrijd. En goud
in de individuele meerkampfinale. Een prachtige finale met veel hoogtepunten, geen grote fouten. Er werd echt op het scherpst van de snede geturnd en de beste heeft uiteindelijk gewonnen. Zij verlaten de arena hier in Ahoy. En dan hebben we nog één man in finale straks, het hoogrek. Waar we allemaal zo naar uitkijken. Mooi overzicht van de toestellen, de 6 toestellen. Zoals het overal is, waar ook het WK geturnd wordt. Zo staan de toestellen in de arena. Vaste procedure. En we hebben hier de titelkaart met 2 Chinezen aan kop. Wereldkampioen Fang en zilveren medaillewinnaar Tang Uchimura uit Japan, brons. Han Buchen, 4e. Zien we straks terug in de finale rek. En zo hebben we nog 2 finales.